voor de 10 spelers van Tottenham. Nog altijd genoeg voor AA Gent voor een plaats in de volgende ronde. Met z'n drieën voorlopig. En u heeft het gelezen in de krant, dat was 23 jaar geleden. Het systeem was wel een beetje anders. Na twee rondes zat Anderlecht al in de groepsfase van de Champions League. Daarna gewoon halve finale. Kijken naar Harry Winks. Mij leek even dat hij werd omvergelopen door Verstraeten, maar voordeel gegeven door De Souza tegen aanval van AA Gent. Ze moeten nu van de ruimtes die toch groter worden zachtjes aan gaan profiteren. Bal binnendoor voor Koulibaly. Geen buitenspel nu. Koulibaly, Vertonghen is nog in de buurt. Koulibaly legt die bal breed. Nu dan misschien Perpé. Ja! Ja, Perpé! Het is de 2-2. Natuurlijk Perpé. Natuurlijk Perpé. Dit is het moment voor AA Gent. De gelijkmaker Koulibaly. Niet onzelfzuchtig. Legt die bal opzij. En dan wordt hij in de voeten geduwd van Jeremy Perpé. En het is 2-2. En Gent heeft het voor elkaar. 2-2. Ze zitten daar verslagen op hun knieën. Daarnaar te kijken. Eric Dier. Gebogen hoofd. Jan Vertonghen. Gebogen hoofd. Toby Alderweireld. Hoofdschuddend. Pochettino. Schreeuwt het uit van ontgoocheling. De aanval, de eerste echte aanval in de tweede helft van AA Gent. Nee, de tweede moet ik zeggen. En Koulibaly, die doorbrak, die legde die bal opzij, want Jan Vertonghen was er nog. En dan een beetje meeval opnieuw. Het heeft AA Gent meegezeten, dat moeten we zeggen. Maar dat mag. Die bal springt daar weg van de borst van Eric Dier, denk ik dat het is. En dan valt hij voor de voet van Perpé. En die legt hem buiten bereik. Buitenkantje voet. Zelfs nog even aangeraakt. Ja, wel heel veel meeval voor AA Gent. Armen in de lucht bij Hein van Hazenbroek.